gaan nu kitten. We gaan nu kitten. En wat is het verschil tussen kit en pur? Wanneer ga je kitten? Nou, kitten ga je dus in de badkamer doen. Dan gebruik ik siliconenkit. Ja. Dus om inderdaad waterdicht gemaakt. En peurschuim, ja, dat gebruik je eigenlijk helemaal niet in de badkamer. Ja. Wat belangrijk is, waar snij je je tuche af? Heb je een brede kit voor, ja, dan moet je hem echt heel breed afsnijden. Maar normaal gesproken ongeveer hier. Je houdt hem eigenlijk gewoon onder de hoek van 45 graden schuin in de hoek. Dus niet zo, maar zo. We proberen om zo gelijkmatig mogelijk te kitten. Nou, dit wordt hem, hè, voor het echt. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, heel goed, heel goed. Ga jij eens een beetje weg? Nee, dit is mijn hoek. Oké, en dan kunnen we nu gaan afwerken. En ik doe dat eigenlijk altijd met een houtje. Het voordeel van een houtje is, je krijgt een rechte voeg. Je ziet ook wel eens mensen dat ze het gewoon met een stukje PVC doen. Dan krijg je hem ook mooi, alleen dan heb je een holle voeg. En daar blijft dus altijd water in staan. Je wil eigenlijk dat het water eraf loopt. Ja. Nou, als je alle kit tips en tricks nog eens na wil lezen, kijk dan op onze site eigenhuisentuin.nl. Waarom lach je nou niet al? Het is toch verder prima, hè? Ja. Kijk nou. Ja, dit is toch echt net iets gladder, hè, Thomas? Ja, sorry, ja. Jullie spannen tegen mij. Er kan er maar één de winnaar zijn. Onze Kim Kitter. Yes! Yes! Ja, sorry, Jaap.